What's up, fellow collectors, YouTubers? Welkom terug bij een review van een Interbay figure. In dit geval gaat het om Bruce Lee, Game of Death. Als je de unboxing al hebt gezien, dan weet je eigenlijk al hoe die ongeveer eruit ziet. Maar nu wil ik echt naar de details gaan en de actual figure. Over de box ga ik niet nadrukkelijk meer over reviewen. Want alles is eigenlijk al uit de doos. Als je de unboxing hebt gezien, dan weet je ongeveer hoe de doos eruit hebt gezien. Het is een slipcover en uiteindelijk schrijf je hem op deze manier open. Waardoor je de diorama meteen ziet en uiteindelijk Bruce Lee. Dus ik ga meteen naar de actual figure. Wap! Ik zeg het nu al, dit is echt een van mijn favoriete collectibles. Waarom? Omdat... Ja... De poses die je kan zetten met deze gast. Of met deze Bruce Lee en de diorama. Ja, je ziet het al. Te gruwelijk voor woorden gewoon. Echt, ik maak nu meteen een 360. Hoe mooi het in het geheel is. Hier zie je ook nog eens... ik denk in Chinese Bruce Lee Game of Death. Interbay. En dit is... Figure number 2067 van volgens mij de 3000 oplages die gemaakt zijn. Dus ik ben blij dat ik een van de collectors ben. En dit is hem dan. Bruce Lee Game of Death. Het is echt super gedetailleerd. Ik heb zelfs de Essex aan. Zodra ik met mijn andere lens kan je zien hoe gedetailleerd dat eruit ziet. Wat ik al eerder zei in de unboxing, ik zou hem met deze pose doen. En dat heb ik nu meteen gedaan. Met de nunchucks in zijn rechterhand. En zijn open hand in zijn linker. Of in ieder geval zijn poseable hand. Ziet er gruwelijk uit. Ik heb er geen woorden voor. Ik kom woorden tekort als het ware. Ik ga eigenlijk meteen naar part 2. Kunnen we meteen naar de details gaan van deze figure. So stay tuned. Catch you later. Peace.